Olé, super NEC. Denk je dat je een steen gevonden had, is het ontplofte genaad. Welkom bij aflevering 3 van NEC. Je zult wel denken, wat is dit? Ja, we staan hier te wachten op Maarten van der Weijden. Omdat die Friesen een elfstedentocht hebben georganiseerd. Dat klopt niet, want in Friesland heb je alleen maar dorpen. Ze gaan nu via Rotterdam, Dordrecht, Tiel en Nijmegen, Deventer, Zwolle en Meppel, en Heerenveen en verder. Hij kan ieder moment hier achter die krip langskomen. Zet hem op, Maarten. Hup, 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 hup. Ik heb broodjes meegebracht, want hij zou wel honger hebben. Mevrouw, heb die Maarten voorbij zien komen hier? Nee, ik heb gehoord dat hij gestopt is. Die man hierachter, je zult wel denken, maar die zou maar hun meezwemmen. Die stond hem al hier op te wachten. Helemaal voor niks geweest, hè? Terugblik, de kop is eraf. Ik heb genoten van de werklust en het spel van NEC. Die hakkenbar had de eerste er alweer in liggen. Spitsvondig, zou ik maar zeggen. Die van Sven Haken, die 2-0, dat is ook mooi. Die tegenstander Kampvuur. Ze maakte 2 doelpunten. 1 keer die keeperren of die keepersluis, weet ik hoe die vent heet. En 1 mooie bende. M'bende. Die Rossi van Hully sloeg onze rens tegen de grond. En die 4 blinden hebben niks gezien, die mutsen. Snap je dat nou? Kunnen we niet in plaats van de 4e man een blinde geleidehond langs de lijn laten lopen? Die ziet de mensen alles. Die toneelspeler Rossi bleef op de grond liggen. En in 1 keer stond hij op naar Hully doelpunt. Ondanks die 2-2 heb ik een goed en strijdlustig NEC gezien. Op een gegeven moment hoorde ik het publiek Jackie Go zingen. Ik denk, moet die nou wel weg naar 1 wedstrijd? Had ik het gevraagd aan die man die naast me stond? Nee, zei die man. Ze zingen Jackie Go. Het publiek was fantastisch. En ik heb een heel mooi spandoek gezien. Wat een werk, zeg. Onze trainer Al Butres zei, het voetbal wat we gezien hebben, gaat punten opleveren. Ik natte voeten. Die rent speelde net of die niet weg was geweest. En dat vak 080, dat was goed in vorm. De hele wedstrijd zingen en schreeuwen. Ja, dat is wel raar. De volgende thuiswedstrijd zitten we met een laptop op schoot. Omdat er geen programmaboekjes meer werden gemaakt. Dat supportersfeest was ook gezellig en leuk. Ze hadden die bekende zanger Ronnie Tober in laten vliegen. Die zong over onze mooie stad en mooie club. Of was er nou die andere zanger, Ronnie Ruisdal? Ja, ik ken die zangers allemaal niet zo goed. Oh ja, Frank. Ja, boeien. Jong Utrecht had vorige wedstrijd verloren met 5-0. Die zullen we Frank nemen. Het is niet te hopen dat Martin Paas meedoet. Die had tegen Pek Zwolle met het eerste de 0 gehouden. Ja, we wachten nog even op Maarten van der Weijden, die zwemmer. En dan gaan we pleiten. Oh, ik kreeg net een telefoon. Ja, dat is jammer. Ja, niks aan te doen. Yo, ik kreeg net te horen dat hij bij Bad Amin is gestopt. Dat is toch voor Dokkum? Hij is wel een topper. Hij had gelukkig niet hoeven klunen. Ik wou onze ex-keeper Joshua Smit heel veel sterkte wensen. Want die jongen had alleen maar pech. Sterkte jongen, hè. Je kunt zien dat Rens van Aerde weg is geweest. Vroeger kreeg je een kaakslag en dan werd er gefloten. Maar tegenwoordig, ze voetballen gewoon deur, jongen. Je zullen je half dood los. Nou, hou je en tot volgende keer.